In een dubbeldekker van Q-bus is vanmiddag een vreemde lucht vrijgekomen. Hierdoor zijn meerdere mensen onwel geworden. Het gebeurde op de Laan Corpus den Hoorn, ter hoogte van de Van Kettwig-Verschuurbrug. De bus is ontruimd en 4 passagiers, waaronder een kind, zijn behandeld door ambulancepersoneel. Een bergingsbedrijf heeft de bus weggesleept.